culturele beurs als eerbetoon aan Anne Faber. En er rolt een hart uit de printer. Goedenavond, donderdag 30 november. Dit is U-nieuws. Minister Dekker gaat onderzoek doen naar verplichte TBS. De minister voor Rechtsbescherming zegt dat de schrijnende moordzaak van Anne Faber duidelijk heeft gemaakt hoe urgent deze zaak is. Verdachte Michael P. zit vast voor de moord. Hij werd eerder veroordeeld voor verkrachting, maar weigerde toen psychiatrisch onderzoek. Zo kon hij zonder TBS werken aan een terugkomst in de maatschappij. Dekker wil nu kijken of verdachten na 2 jaar cel alsnog TBS opgelegd kunnen krijgen. En terwijl de politiek zich dus op de omstandigheden van de verdachte van Anne Faber richt, is haar oude werkgever bezig met een eerbetoon aan Anne. Anne Faber werkte bij het Huis Utrecht, een plek waar jonge kunstenaars zich kunnen ontwikkelen. Het huis komt ter nagedachtenis aan Anne met een speciale beurs, het Anne Faber Stipendium. Met een toelage van 15.000 euro per jaar gaat het huis een nieuwe generatie zakelijk leiders in de theater- en danssector steunen. Anne had ook deze ambities bij het Huis Utrecht. En zometeen in U Vandaag praten we met de directeur van het Huis Utrecht verder over dit onderwerp. Voor een dagje parkeren bij het Henschotenmeer betaalt u nu zo'n 10 euro. Maar de kans is groot dat u volgend jaar ook nog moet betalen om uw handdoekje neer te leggen bij het strand. De nieuwe exploitant heeft dat geld nodig om het onderhoud te kunnen betalen. Maar niet iedereen is daar even blij mee. En van de provincie. Dit in stand houdt, hou dan die subsidies in stand. Dan als openbare lichamen kun je het zaakje hartstikke mooi intact houden. Ja, de eigenaar van de camping zegt nog volop met de plannen voor het Henschotenmeer bezig te zijn. Maar hij wil er nog niets voor camera over zeggen. Hovik en Lily uit Amersfoort gaan bij een bevriend gezin van hun moeder wonen. De broer en zus verbleven in een opvanggezin nadat hun moeder was uitgezet naar Armenië. Zij had haar 2 kinderen laten onderduiken. De rechtbank oordeelt nu dat de moeder vanuit het buitenland alsnog mag beslissen waar de kinderen in Nederland moeten wonen. En daarom gaan de kinderen terug naar hun oude leefomgeving. De nieuwe eigenaar van het voormalige militaire mobilisatiecomplex in Elst is op de vingers getikt door de gemeente Rhenen. Want hoewel er met de omwonenden is afgesproken dat er vooral ruimte voor de natuur komt in dit gebied, is de eigenaar bezig om de loodsen op het terrein te verhuren. De gemeente gaat handhavend optreden als er daadwerkelijk bedrijvigheid komt op het terrein. Ouderen drinken te veel. Staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid maakt zich zorgen over het stijgend aantal ongelukken met ouderen die een slokje op hebben. Vorig jaar kwamen zo'n 5000 ouderen om deze reden op de eerste hulp terecht. En volgens de ouderenbond AMBO in Woerden zijn dat veel meer ongelukken dan een paar jaar geleden. Ja, u betaalt volgend jaar hetzelfde voor een tochtje met de veerpont tussen Eemdijk en Eemnes als dit jaar. Dat heeft de gemeente Bunschoten bepaald. Voor pontbazen is het ieder jaar weer spannend wat de gemeente beslist. Want ze zijn bang dat mensen wegblijven als de prijs te hoog wordt. Maar goed nieuws dus, alleen vrachtwagens gaan 5 cent meer betalen. Het is de week van de file bij RTV Utrecht. En ook in de stad Utrecht is het een drukte van je welste. Nog steeds pakken veel mensen de auto, terwijl er ook genoeg alternatieven zijn. Goed op Weg is een organisatie die alternatieven voor de auto stimuleert. Dit doen ze met 30 verschillende projecten. Zo verbeteren ze bijvoorbeeld de doorfietsroutes en ontwikkelen ze slimme stoplichten die groepen fietsers herkennen en voorrang geven. We zien dat ontzettend veel mensen willen reizen en moeten reizen. En de bevolking groeit alleen maar meer. Er komen meer inwoners in onze regio Utrecht. Er komt ook meer werkgelegenheid bij. Dus de vraag en de behoefte om te reizen wordt steeds groter. En het past gewoon niet als we allemaal met z'n allen alleen maar in de auto gaan in de spits. Het ene project werkt volgens Esther beter dan het andere. De snelwegen lopen nog niet leeg, maar er is zeker vooruitgang. We zien dat we op dit moment aantoonbaar 7000 auto's elke dag uit de spits halen eigenlijk. Dus dat er mensen iets anders doen. En in totaal zijn dat dus veel meer dan 7000 mensen die op een of andere manier een andere keus maken. Ook kleine bedrijven proberen hun steentje bij te dragen. Zo doet het Utrechtse Grovet mee met het programma Utrecht in Beweging. Deelnemers krijgen onder andere een kilometervergoeding als ze met de fiets naar het werk gaan. Dat heeft denk ik toch te maken met dat ik zelf het fietsen leuk vind. En dat ik sportiviteit en vitaliteit omarm.
En dat, ja, ik denk dat dat wel een onderdeel is van het enthousiasme wat ik heb. Dat heb ik weten over te brengen op mijn medewerkers. Goed op Weg is blij om te zien dat kleine bedrijven zoals Grovet zo betrokken zijn. Weet je, zoveel mensen reizen voor hun werk. Dus als werkgevers mensen kunnen stimuleren om iets anders te doen. En er dus ook iets leuks in zit voor werknemers en een goede stimulans. Dat is hartstikke belangrijk. Een long of een nier van je eigen celweefsel. Daar wordt aan gewerkt in het Utrecht Science Park. Vandaag is hier een speciaal laboratorium geopend om te experimenteren met de 3D-printer. Een domtoren printen van plastic, dat is al bijna gewoon. Op de Hogeschool Utrecht is het een populair printobject. Maar er kan veel meer. Rick Lafeber laat een printkop zien met menselijke cellen. In plaats van dat hij in dit geval plastic print, zitten hier gels in waar dus menselijke cellen in zitten, of in ieder geval nu nog proefcellen in zitten. En door middel van een menging en een proces in de printkop proberen ze dus nu al structuren, celstructuren te gaan printen. Met deze printkop kun je dus bijvoorbeeld een nieuwe nier krijgen van je eigen cellen. Ja, je gaat dus eigenlijk specifiek het vervangende orgaan printen, specifiek gebouwd voor de patiënt zelf, dus helemaal pas. Om ervoor te zorgen dat patiënten dit binnenkort ook werkelijk kunnen krijgen, werken de studenten van de hogeschool onder meer samen met het UMC Utrecht. En dat heeft grote voordelen. Het Field Lab is natuurlijk gedeeltelijk ook in het Utrecht Medisch Centrum. Ja, dat is natuurlijk één groot. Hè. Daar kun je heel veel snel experimenteren. Je kunt je casussen heel goed snel ophalen. Dus dat gaat heel erg helpen om juist die technische oplossingen daar weer tegenaan te kunnen gaan zetten. Nog even wachten dus op die nieuwe eigen organen. Het blijft nog even kunststofweefsel. Iemand heeft daar een flink ongeluk gehad. En het vervangende stuk bot eigenlijk is dus geplaatst, is gescand, 3D geprint en geplaatst. Rick hoopt zelf wel ooit een orgaan te kunnen printen van menselijke cellen. Als we die sprongen kunnen gaan blijven maken, dan gaan wij dat zeker, de eerste stappen daarin gaan wij zeker nog meemaken. Ja, waarschijnlijk is het over 10 tot 15 jaar mogelijk om kraakbeen te printen van menselijk materiaal. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond vallen er nog wat winterse buien. Vannacht klaart het op en gaat het rond de 2 graden vriezen. Morgen is het wisselend bewolkt, het blijft wel droog en het wordt rond de 4 graden. Tot zover deze Unieuws, maar blijf kijken. Want na de reclame praten we verder over het Anne Faber Stimuleringsfonds. Het is fileweek bij RTV Utrecht, dus de provincie aan tafel. We praten over de toekomst van het Henschotenmeer. En we hebben een trompetiste in de uitzending. Tot zo, over 1 minuutje.